Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag, dacht ik. Ja, 1 september alweer. En het is 10 uur. De vakantievlogs zijn voorbij, dus ja, nu ben ik weer met de dagvlogs thuis, zeg maar. We hebben echt een heerlijke vakantie gehad. We zijn naar de Schelling geweest, Jon en ik. Ik ben nog samen met een vriendin naar Noorwegen geweest, naar Kristiansand, met een mini-cruise. Dat was echt super leuk. En nu zijn we weer aan het werk allebei. Johan is nu aan het werk, ik ben nu weer een paar dagen vrij. En ik ga even me bezig met een planning maken. Tenminste, ik moet er even mee bezig, want ik wil een aantal dingen doen, maar mijn hoofd zit een beetje vol. Ik weet niet wanneer ik het wil doen, wat ik allemaal moet doen, hoe ik het moet gaan doen. Want een voorbeeld, onze logeerkamer is echt een bende van hier tot Tokio. Dat is echt... En dat is echt al een paar weken zo. En elke keer zeg ik, oh, ik ga het opruimen binnenkort. Nou, dat is in ieder geval gekomen. Even uitkijken dat er geen havenmout tussen mijn tanden zit. Dat is dus in ieder geval gekomen. Maar wat ik heel fijn vind, mijn moeder komt morgen. Dus morgen, wat zij wil, wou me helpen met opruimen. Want ik weet gewoon, ik kan gewoon geen begin vinden om op te ruimen. Want het is zo'n echt een bende. Ik durf het ook niet te laten zien. Ik kan best wel goed over een rommel, eigenlijk wel. En ik schaam me ook niet gauw ergens voor, maar dit kan gewoon echt niet meer. Ik zit nou te denken dat ik misschien morgen wel wil gaan filmen. Dus dan gaan jullie het misschien wel zien. Nou, dan moet ik even kijken, want ja, dit kan gewoon niet meer. Plus onze kledingkast is ook een bende. We kwamen terug van vakantie en we pakten onze koffer weer uit. En jongens zegt, wat is dit? Ja, hij zei letterlijk, wat is het, een klerenbende? En dat is het ook. Het probleem is een beetje... We hebben toen afgesproken dat, dat ik het zou opvouwen en dat Johan het dan in de kast zou doen. Want we hebben toen een tijdje gehad dat we allebei gewoon het zou opvouwen en in de kast doen. Maar goed, qua opvouwen ben ik net weer iets netter en qua in de kast doen is Johan wel wat netter. Ja, hoe het voor elkaar krijgt, ik weet het niet. Maar op een gegeven moment kwak ik het er gewoon in. Dus dan zei Johan, nou, ik leg het wel in de kast, dan vouw jij het op. Maar dat werkt ook niet. Dus toen zei Johan, we kunnen beter gewoon allebei een eigen kast doen met onze eigen kleding. En dan ergert de jongen zich niet aan mijn rommel. En ik wou zeggen, dan eigenlijk niet aan zijn rommel. Johan maakt eigenlijk geen rommel, dus dat kan niet. Dus wat ik ga doen is ook nog, maar ik weet niet of ik dat vandaag ga doen, maar ik moet het even gaan plannen wanneer ik wat ga doen. Maar onze kledingkast is ook gewoon een bende. En ik probeer het elke keer weer netjes te houden en elke keer lukt het eventjes. En dan ziet er... Oh, daar is het spaarpotje. En elke keer lukt het gewoon niet. Dus, de kledingkast opruimen. Wanneer ga ik dat doen? Dus dat is donderdag. Morgen komt er even mijn moeder. Dan gaan we dus de logeerkamer opruimen. Logeerkamer. Of ik moet gewoon even... Want ik had wel beloofd aan jongen dat ik het deze week zou doen. Want ik ben deze week een paar dagen vrij, die kledingkast. Dat ik dat deze week wel zou doen. En dat wil ik gewoon zelf ook. Want ik zit daar zelf ook. Ja, dat kan gewoon niet meer. En ik kan best wel een tijdje het zien, zeg maar. Dat ik denk, oh, het komt wel. Maar nu denk ik ook, het moet opgeruimd worden. Of ik doe dat gewoon morgen ook. Mijn moeder zei, dan gaan we mooi doorpakken. Dan gaan we gewoon doen wat je opgeruimd wil hebben. Ga ik spullen wegbrengen en de kringloop wat je niet meer gebruikt. Misschien dat we dan morgen ook wat de kledingkast gaan doen. Ik zet het gewoon mee neer, want ik weet dat... Ja, mijn moeder die houdt dat inderdaad ook echt van doorpakken. Die vindt het niet erg om dat dan ook te gaan doen. Ik zet het gewoon... hoe noem je dat nou? Kledingkast. En misschien begin ik er gewoon vandaag wel mee. En dan gaan we morgen misschien wel verder. Maar goed, vandaag donderdag. Ik heb sowieso een to-go pakket die ik kan ophalen. Van de Lidl. Dat is al een tijdje geleden. Pakket. En ik twijfelde of ik daar een losse video voor wil maken met meerdere pakketten. Of dat ik het vandaag gewoon laat zien, maar ik laat het vandaag zien. Ik wil binnenkort wel weer een vlog maken met verschillende to-go pakketten. Dat zijn in ieder geval de twee logeerkamer en kledingkast grote dingen die in ieder geval moeten gebeuren. Vandaag nog stofzuigen en dweilen. En ja, ik wil alles gewoon een beetje op orde weer hebben. Want onze tafel bijvoorbeeld... Is ook weer een beetje een bende. Onze vensterbank. Er ligt ook van alles wat ik er niet op wil hebben. Dus dat moet ook even gebeuren. En dat ga ik vandaag gewoon doen. Want er zijn eigenlijk gewoon wat kleine dingen die ik vandaag wel kan doen. Ik ben nu wel weer veel te lang aan het praten. Daar ga ik even mee stoppen. Want straks wordt mijn havermout koud. Ik heb trouwens nog even als laatste. Ik had laatst de boodschapsjubel gevraagd of jullie tips hadden voor hoe ik de havermout lekker kan maken. In de magnetron. Normaal doe ik altijd een balletje, maar dat duurt allemaal wat langer en dan heb je weer mijn afwas. Maar ik had dus tips gekregen, heb ik geprobeerd en het werkt echt super goed. Ik had gewoon meer moeten toevoegen, meer melk of water. Nu merk ik dat het iets
te dun is naar wat ik lekker vind. Maar goed, dat kan ik de volgende keer gewoon aanpassen. Ik heb iets extra havermout erbij gedaan. En nu vind ik het gewoon lekker. Dus top, bedankt. En nu ga ik even door. Want sorry voor al het geklets. Maar zoals soms als ik helemaal bezig ben, blijf ik gewoon aan het kletsen. Nou, ik ga even mijn ontbijtje eten. Ik heb besloten dat ik toch maar aan de kledingkast ga beginnen. Het moet toch een keer gebeuren. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, heb ik hier een envelop. Ik had in een Vinted video, voor mij de laatste Vinted unboxing video, had ik dus oorbellen ook besteld. Maar die heb ik dus zelf ook kapot gemaakt. Het waren stainless steel sterretje oorbellen. En er was dus een kijker van die video die had gereageerd dat zij nog wel van die oorbellen had liggen. En die mocht ik voor een paar euro overnemen. Dus die heb ik dus bij haar gekocht. En ik ga ze nu even openmaken, de envelop. Ik probeer echt over te gaan op... ach, wat leuk, een kaartje erbij. Even kijken we. Hi Sandra, ik wens je veel plezier met de oorbellen. Nou, dat komt zeker goed. Toen ze dat zei, heb ik wel gevraagd, zijn ze stainless steel? Want daar wil ik eigenlijk wel echt helemaal naar over gaan. Ik ben altijd wel van, oh, goedkoop, goedkoop, goedkoop. Maar uiteindelijk kan ik ze dan alsnog best wel snel weggooien. Want zoals, ik heb nu ook deze in. Die zijn dus ook niet stainless steel. Dus die moet ik elke keer eruit halen voordat ik ga douchen. En dat is niet erg, maar ik ben het type dat het gaat vergeten. En sowieso worden ze nu al wel wat minder. Terwijl ik vind het echt leuke oorbellen. Maar ik denk, ja, ik kan dan beter iets meer... want ze zijn vaak wel duur, die stainless steel oorbellen. Maar ze gaan wel langer mee. Dus vandaar dat ik het wel heb gevraagd of ze stainless steel zijn. Zeg ik dat zo goed? Stainless steel, is dat toch? En dat zijn ze. Dus toen dacht ik, ja, dan wil ik ze heel graag overnemen. Dus hier zit het in. En dat zijn dus de sterretje oorbellen. En dit zijn dus soortgelijke... Oh, heel leuk, ingepakt ook. Dit zijn de soortgelijke oorbellen die ik toen ook gekocht had. Maar die dus kapot zijn gegaan. Kijk nou hoe leuk ingepakt. Dit zijn ze. Het is super leuk. Ik draag nu op het moment goud. Maar goed, ik heb ook wel eens... Dat is de wasmachine. Ik heb ook wel eens periodes dat ik zilver draag. Dus dat is gek. Deze gek bewaard totdat ik weer ga wisselen met zilver. Maar dankjewel. Ik ben er echt blij mee. De was is klaar. Ik ga het gelijk maar even ophangen. Want ik vergeet nog wel eens uit de vriezer. Uit de wasmachine te halen. Dus laat ik dat gelijk maar doen. Lekker buiten hangen. Het is mooi weer. Dus... schoon beddengoed. Nou, ik sta naast onze kledingkast. En nu ik het ook weer zie, denk ik, oh, heb ik het ooit zo ver laten komen? Ja, het is hoog tijd om het te gaan uitzoeken. Ja, ik weet niet of ik alles ga doen. Ik ga in ieder geval de bovenste plank mee beginnen. En ik zie wel hoe ver ik kom. Ik vind het op zich, de kledingkast opruimen ook niet zo heel erg, maar ik moet er gewoon eenmaal aan beginnen. Dat is het hele ding. Nou, de eerste stapel heb ik eruit gepakt. Dat ligt allemaal hier. Ik ga het opnieuw opvouwen. Ik ga kijken wat ik ga bewaren of niet. Sowieso gaan er twee kledingstukken nog uit, want ik heb op de schelling twee blazers gekocht voor mezelf. En ik heb met mezelf afgesproken dat ik bij elk nieuwe kledingstuk, of tweedehands of nieuw, dat ik er ook weer uit doe. Want ik heb in principe genoeg. Dus ik denk, ja, dan moet er ook maar weer wat uit. Oké, ik heb hier een tusje die ik wel ga bewaren. Ik denk dat ik die wel gewoon zo op ga vouwen en even stapeltjes ga maken. Dit jaar heb ik tweedehands gekocht. Super leuk. Die heb ik op vakantie ook een keer aangehad. Ik vind het ook een hele leuke kleur. Dus deze gaat niet weg. Dan hebben we hier een zandkleurige t-shirt. Die vind ik ook heel leuk. Ik vind de kleur beige gewoon heel leuk. En basic t-shirts komen wat mij betreft altijd wel van pas. Dus deze blijft. Ik merk ook dat als ik alles zo gewoon in de kast... Ja, gooi... Nou ja, dat is het nog net niet. Maar zo erin leg. Dat alles gewoon in de kreukels komt. Dus dat moet ik ook gewoon zien te voorkomen. Want ik hou echt niet van strijken. En nu heb ik die Fix & Go. Die vind ik echt fantastisch. Maar goed, ik kan het ook gewoon deels voorkomen door gewoon niet alles... Ja, niet zo erin te gaan gooien, maar gewoon alles netjes neerleggen. En meestal lukt het in het begin wel. Korte broek, daar heb ik er niet zoveel van, dus deze bewaar ik. In het begin hou ik het altijd heel netjes, maar op de een of andere manier komt er altijd de klap erin. Dit vind ik ook nog heel leuk, t-shirt van de Costus. Ik vind het ook leuk, die lila tekst, dus deze bewaar ik ook. Ja, op de een of andere manier, ik weet niet wat het is, maar ik presteer het iedere keer weer om... En eigenlijk overal weer een zooitje van te maken.
Ik had dat toen ik thuis woonde ook al altijd. Maar nu ik op mezelf woon, of nu wij op onszelf wonen, is het eigenlijk niet anders, moet ik eerlijk zeggen. Even kijken, het is een leuk jurkje. Tenminste, ik vind het heel leuk, een bruin jurkje. Die bewaar ik ook. Even kijken, dan hebben we nog dit broekje. Die vind ik echt heerlijk zitten, die is van de H&M. Deze ga ik ook sowieso bewaren. En wat hebben we hier? Ja, deze is mij... Is dat deze? Ja, ik ga het toch nog wel bewaren. Hij is wel wat korter, zeg maar. Het is een wat iets korter t-shirt. Het is geen crop top, maar wel wat korter. En ik ben eigenlijk wel wat meer van de langere t-shirts. Maar goed. Ik ga hem sowieso bewaren, want ik vind de kleur ook gewoon heel erg leuk. En ja, het is een basic t-shirt, maar daar hou ik altijd wel van. Die moet hier... En wat we dus gaan doen is... Och, deze onderbroek. Oh, wow. Heb ik aangehad bij mijn bruiloft. Toen ik ging trouwen. Och. Ja, daarom heb ik ook nooit weggedaan. Ik doe hem nooit aan, want ik vind het niet echt heel lekker zitten. Maar goed. Ik kan dat weer niet wegdoen. Wat, dat is die toch? Ja, die heb ik aangehad. Dit is dan... Kijk, dit is nou vind ik een mooi lang t-shirt. Groen. Dat vind ik ook een mooie kleur. Dus deze bewaar ik. Dan deze van Chiquelle. Ik draag denk ik ook het moment het meeste t-shirt. Want dit is ook een van Chiquelle. En dit is ook een van Chiquelle. Deze t-shirt draag ik op het moment wel het meest denk ik. Omdat die stof wel fijn vindt. Maar ook omdat hij gewoon wat groter is. Wat langer is. En ik heb niet echt bepaald één kledingstijl. Maar ik merk wel. Hoort deze bij? Ja. Ik merk wel dat ik het gewoon. Want ik heb ook wat strakkere dingen. Moest ik heel graag wennen, maar ik merk toch, ik vind het wel mooi, maar gewoon qua comfortabelheid vind ik het wel lekkerder om wat grote dingen te dragen. Hoe ik het af en toe ook wel leuk vind om wat meer aangesloten dingen te dragen. Dit is een jurkje wat weggaat. Hij ligt nog in de kast, maar hij is me eigenlijk wat te krap, te klein. Vind ik zonde, want ik vind het dus heel erg leuk. Ik weet nog dat ik deze heel graag wou. En ik heb schaam met mijn schoonmoeder gekocht, ze was mee. Dit is ook weer helemaal de kreukels natuurlijk. Ik weet niet hoeveel maat zit, maar het is met 42. Ik had hem in de winkel gepast met 40, want 42 hadden ze op dat moment niet. Maar de winkel heeft het toen voor mij nog besteld in een grotere maat. Dus toen, dat was, ja, dat is dus deze. Ja, ik vind hem dus heel erg leuk. Dit is een soort linnen stofje. Ja, eigenlijk is mij gewoon te klein. Ja, dan moet ik hem maar gewoon gaan wegdoen. Terwijl ik het wel echt heel erg jammer vind. Maar deze vind ik echt, echt heel erg leuk. En dat vind ik echt... Ja, vind ik zonde. Vind ik jammer. Maar goed. Ja, ik kan hem in de kast blijven bewaren. Maar als ik hem niet pas, dan pas ik hem niet. Nee, dit is dus ook een t-shirt van Chiquelle. Love deze t-shirts. Deze gaat absoluut niet weg. Deze dus net zo, ook van Chiquelle, gaat ook niet weg. Ik draag niet zo heel vaak dit t-shirts. Maar deze vind ik en heel leuk. Nee, zit gewoon heel erg lekker. Deze net zo. Dit vind ik ook een heel tof t-shirt. Ik vind basics heel erg leuk, maar ik vind ook gewoon t-shirts met een print heel erg leuk. Laten we deze. Oh, die kreukels, jongens. Ja, ik heb het zelf gedaan. Dat kan echt niet. En ik ben geen fan van strijken. Ik heb denk ik, sinds ik hier woon, sinds wij hier wonen, denk ik één keer gedaan. Hier twijfel ik ook een beetje over. Dit is dus een lila, het is officieel een t-shirt jurk. Maar hij is eigenlijk te kort. Maar wat ik nu ook aan heb, is... Ja, dit is ook een t-shirt jurk en die is wel wat langer. En bij mij zijn t-shirt jurken bijna altijd te kort. Maar wat ik tegenwoordig zie, best wel vaak zie, zijn... hoe zeg ik dat? Dat mensen dan een wat oversized t-shirt aan hebben met een fietsbroekje eronder. En dat vind ik dan wel heel erg leuk. Dat vind ik ook gewoon tof. Dus ik twijfel of ik deze moet bewaren, dat ik dit gewoon als een oversized t-shirt hou. Met een broekje eronder. Of dat ik denk, ja, dat ga ik wel doen. Ik vind het gewoon leuk om het zo te dragen. Dus ik ga het ook maar gewoon doen. Ik heb altijd struggles met lengte van jurkjes en rokjes. Even kijken, wat is dit? Oh ja, hier ook zo van de laatste tijd. Dit is gewoon, nou ja, een basic t-shirt. Maar op de achterkant een print. Vind ik ook heel erg leuk. Dus ik ben de laatste tijd ook een beetje op zoek naar zulke t-shirts. Maar ik vind het leukst om dat tweedehands te shoppen. Dus daar kijk ik dan vooral naar. Dit vind ik ook een heel leuk jurkje. Ik heb helemaal niet aangehad op vakantie. Zunder. Maar dat is dus deze met een one shoulder. Ik ben nog steeds fan van one shoulder. Dus deze bewaar ik. Dit is wel echt een mooi lang jurk voor mij. Even kijken. Dit gaat bij de jurkjes.
Even kijken, ik heb tot nu toe één ding wat weggaat. Dit is een hemdje. Dit is nog een hemdje. Gewoon voor onder de kleding. Oh! Voor onder de kleding, zeg maar. Ja, dat ding staat op bed. Ik heb een statief gekocht. Maar hij is niet binnen. Want hij staat nu dus op een... op zoiets. En het staat niet heel stabiel op bed. Maar goed, ik wist even niet hoe ik het anders moest doen. Ja, ik denk dat ik hem even een beetje... Ooit het gaat doorspoelen, anders duurt het weer heel erg lang. Ja, de bovenste plank heb ik nu uitgezocht. Ik ben toch blij dat ik hier nu mee begonnen ben. Ik denk wel dat ik het ook bij deze plak even hou. Voor nu. Misschien dat ik het later op de dag nog ga doen. Of anders een andere dag. Maar ik heb in ieder geval beginnen gemaakt. Dat vind ik wel heel fijn. Dit gaat weg. Deze stapel. Onder andere dit t-shirt. Dit is een wit t-shirt. Ja, ik heb hem gewoon niet zo vaak aan. Of eigenlijk bijna nooit. Ik heb, wat ik net al zei. Ik draag sowieso weinig witte t-shirts. En als ik er al één draag, dan is het niet deze. Dus deze ga ik, ik denk op Vinted zetten. Ik ga alles even in de was doen. En dan ga ik op Vinted zetten. Ja, deze jurken, ik twijfel er een beetje over. Maar ik denk dat ik ze weg ga doen. Ik heb ze ook al lang niet meer aangehad. Het is een lila kleur. Dus ja, ik ben fan van lila. Maar de split zit bij mij best wel hoog. En toen dacht ik, oh, kan wel vakantie. Maar vervolgens pak ik het niet. Ja, dan gaat deze ook maar weg. Dus deze ga ik ook op Vinted zetten. Deze draag ik ook niet. Ik heb zoiets dus ook al van de Costas die ik wel best wel vaak draag. Maar deze pak ik gewoon minder gauw erbij. Dus dan kan ik deze ook beter wegdoen. Dus het derde item wat weggaat. Nog een t-shirt wat weggaat. Deze draag ik ook bijna niet. Ik vind het leuke t-shirts, maar ik draag ze gewoon niet. Ik pak er andere dan vaker. Terwijl ik dit ook echt een leuk t-shirt vind. Misschien door de kleuren, ik weet het niet. Ik deze maand minder vaak pak, want die zit dan... Nou ja, ik weet het niet. Maar deze ga ik ook op Vinted zetten. Dit is ook een jurk, een twijfelgeval, want ik vind hem wel heel erg tof, maar ik doe hem niet aan. Wat het dan is... Ja, ik weet wel wat het is, denk ik. Dat is deze jurk. Dat is een lange jurk ook, wat ik wel heel fijn vind. Alleen het ding is, ik weet nog de vorige keer, ik heb hem denk ik vorig jaar... Ik denk zelfs het jaar daarvoor voor het laatst aangehad op vakantie. Alleen ik vind... dit zit best wel hoog, zeg maar. En je ziet dan heel erg dit bij mij heel erg groot in één keer, zeg maar. En ja, ik weet niet. Ik voel me daar niet heel comfortabel bij. Ja, ik weet niet wat het is. Het is... Nee. Het is in één keer dat het dan zo voor mijn gevoel wordt. Terwijl het dat dan was... Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar nee, ik voel me niet comfortabel bij. Komt denk ik ook omdat het wat hoog gesloten... hals heeft. Mijn zusje zei laatst al dat zij, want nou ja, ja, hoe moet ik het zeggen? Het valt sneller op, zeg maar, de boezems, als je iets hoogs aan hebt. Dat zei mijn zusje laatst dan. Dus nu heb ik heel veel dingen die hooggesloten zitten, maar dit zit dan weer wat losser, dus dan valt het weer minder op. Dus ja, deze ga ik ook wegdoen. Ik voel me er toch niet helemaal comfortabel in, dus dat kan ik dan beter wegdoen. Dit is een hemdje die ik nog niet zo heel lang heb. Ik vind hem ook leuk. Ik vind het stofje ook leuk. Het is een soort ribbelpatroontje. Maar hij is mij toch wat te groot. Want dat is dus een XXL. En ik had hem destijds gepast. En ze hadden hem niet in de maat kleiner, weet ik nog. Toen dacht ik, nou, dan neem ik deze wel mee. Maar ik, ja... Het zit bij ook niet helemaal lekker. Dus dan gaat deze ook weg. Dit broekje gaat dus weg omdat hij te kort is. En dit jurkje gaat weg. Helaas, hij zit maar gewoon te klein, dus dan houdt het op. Nou, dit is in ieder geval de eerste, het begin. Dit hou ik dus allemaal wel. Ik heb in ieder geval wat iets netter weer opgevouwen. Korte broeken, jurkjes en rokjes en nog wat t-shirts. En dit hele fijne broekje. Dat moet ik hier maar bij leggen. Ik moet ook gewoon zo weinig mogelijk stapels hebben, zodat je iets meer ruimte overhoudt. Dus dit is het begin. Het is... Die klok valt toch wel niet goed? Oh, dit... En
temperatuur wel... Huh? Nou ja, die loopt dus niet goed. Hoe laat is het dan? Het is 11:45. Ik ga even wat eten. Ik heb hier 3 boterhammetjes. 2 met hagelslag en 1 met de Schellinger kaas. En even een bekertje melk erbij. En dan ga ik daarna door naar de Lidl voor de, het goedkoop pakket. En wat pakketje moet ik ophalen. Moest ik verder nog wat in de stad? Volgens mij niet. Nee, het ging me vooral eigenlijk om het goedkoop pakket en om de pakketje op te halen. Ja, ik eerst even eten. Oh, maar dat druiven pakken, dat wou ik doen. De laatste, of nou, laatste week. Weken. Laatste dagen. De laatste dagen ben ik weer into het fruit. Ja, ik heb gewoon heel lang geen fruit meer gehad. Dus ik dacht, ja, dan moet ik even wel weer aan beginnen. Dus ik heb hier wat druifjes. Lekker bij nemen. Ik had ook nog echt zijn maatjes volgens mij. Die had het meegenomen naar het werk, alleen ik had ze daar niet opgegeten. En je had ze in de koelkast gelegd. Dus die neem ik ook even bij. Ik probeer even wat meer groente en fruit te eten dus. En dan ga ik er even van smikkelen. Ik had nog even een vraag. Ik zat er net over na te denken, maar ik ben al, ik heb best wel wat gefilmd al, best wel lang ook al. En normaal gesproken volgens mij tussen de vlog tussen de 10 en maximaal volgens mij 15 minuten gemiddeld. Maar nu denk ik dat het altijd wat langer wordt. En dan vraag ik me af, ja, het moet wel leuk blijven, zeg maar. Hoe lang kan een vlog worden? Wat is goed? Wat is een goede lengte? Is een wat langere video ook goed? Of video liever wat korter? Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus laat vooral even weten, dan kan ik daar ook een beetje rekening houden. Ik denk dus wel dat deze wel langer wordt. Maar voor de volgende keer, als je liever een wat kortere vlog is, dat het, ja... ja, of dat, ja, ik weet niet. Als een kortere vlog wat beter is of zo. Ik weet het niet. Nou ja, in ieder geval, laat vooral weten wat jullie een goede lengte vinden van een video. Want dan kan ik er even rekening mee houden. Ik ben even bezig om de vensterbank wat leger te maken. Deze ga ik in de schuur zetten. Die gebruik ik op het moment niet. Dus dit kan dan weg. Dan hebben we al iets meer ruimte hier. Dan kan ik de plantjes een beetje verdelen over de vensterbank. En de pannenkoekplanten doen uiteindelijk een beetje beter. Deze is nog nooit zo groot geweest als nu, dus hij groeit echt super goed. En ik zag ook al, even kijken of ik het zo kan laten zien, dat er ook wel kleintjes al bij komen. En dat geldt voor deze net zo. Ja, bij deze heb ik dat al wel eerder gezien, maar nu zie je het nog beter. Er komen allemaal van die stekjes aan, dus dat vind ik echt heel leuk. Dus ik moet proberen vol te houden dat dit gewoon mooi blijft groeien. Goed blijft groeien, goed water geven, dus dat vind ik echt leuk. Dit kan dus naar de schuur. En we hebben heel veel buitenplanten die het niet meer zo goed doen. Dus daar moet ik ook even wat aan gaan doen. Zo. Ik ga nu naar de Lidl. En ik had jullie nog niet onze andere auto laten zien. Maar dit is hem. Het is een Golf. Volkswagen Golf. Ja, die, onze andere was aan vervanging toe. Dus we moesten ook wel. En ja, qua merk, of noem je dat? Merk? Qua merk maakt het mij eerlijk gezegd niet zo heel veel uit. Dus ik vond het prima. Oh, moeten we even... Nou, we zijn hier heel blij mee. En ja, ik zei vorige keer dat auto's me niet heel veel uitmaken. Dat is ook wel zo. Maar ik moet zeggen dat deze heel erg ver rijdt. En we hebben dus ook een Citroën C1. Die is wat kleiner. Die hebben we al een tijdje, maar hier heb ik veel meer beenruimte in. En dat is voor mij gewoon heel fijn. En aangezien ik heel lange benen heb. En als ik lang in de auto zit, krijg ik wel een slag van mijn knieën. En dat heb ik dus met deze, heb ik dat eigenlijk niet zo snel. En het kan heel ver naar achteren. Dus dat is weer heel chill. Dus ja, we kunnen hopelijk wel vooruit. Ik vind, het zijn wel te grote uitgaves, maar ja. We hadden het wel weer nodig. Dus ja, hopelijk kunnen we gewoon even meer vooruit. Naar de Lidl. Ja, dan mag ik wel iets dichterbij. Even pakketjes halen. Dus even kijken, volume. Dat ga ik nu even doen. Ik doe meestal muziek in deze auto aan de hoe heet het? Vanuit de telefoon. Vind ik altijd wel fijn, dan kun je gewoon je eigen muziek opzetten. Zo. Ik ben benieuwd wat er in het pakket gaat zitten. Maar goed, extra groente. Want we hebben al, of ik had al boodschap gedaan voor deze week. Maar extra groente en fruit is nooit verkeerd, vind ik.
Dus ik ben benieuwd. Maar ik zal het jullie straks laten zien wat er allemaal in zit. Ik ga die kant op. Ik ben weer thuis en ik zal eerst even laten zien wat er in het to-go-pakket zit. We hebben hier pak zooi. Dit ga ik vanavond gebruiken bij het eten. Want jij moet sowieso voor mijn roer bakken bij dat gerecht. Dus ik kan dit er mooi weer in doen. Ja. Oh, ik zit even te kijken dat het kan. Heerlijk door een roerbak. Ja, dus dan ga ik dit vanavond roer bakken. We hebben slamix en romanesla. Ik denk dat ik wat mocht gekomen met moeder en Jaap. En Jaap die kan altijd heel lekker salade maken. Dus ik denk dat ik ga vragen of hun het willen hebben. En anders eten we morgen zelf op. Maar deze sla-soorten zitten erin. Dan nog een lekkere bak met druiven. Daar zijn Johan en ik allebei dol op. Dus we hebben nog een beetje groene druiven over. Want die had ik maandag gehaald. Maar dan hebben we weer een voorraadje. Die zet er nog even in. Dan hebben we nog limoenen, bio-limoenen. Dacht ik, ja, bio-limoenen, die kan ik lekker bij het water in doen. Want ik heb nu munt erin, maar dan kan dit ook lekker binnen. Dan heb je hier nog twee wortels. Twee avocado's. Dit eet ik echt bijna nooit. Deze is wel goed aan de rijpe kant, deze iets harder nog. Dat kan mijn moeder morgen wel even vragen. Want zij, vorige keer zei ze dat zij het wel eens eet op een geroosterd broodje met ei, gekookt ei, dat hebben we ook wel eieren. En dan avocado. Dus ik ga even moeten vragen of morgen als ze het even wil nog een keer uitleggen hoe ze dat doet. Dan kan ik het even proberen. En doen we moeder er vast ook wel één. En heb je hier nog. Wat zijn dit? Abrikozen. Abrikozen. Best wel wat. Misschien mijn moeder mogen ook wat mee hebben. Maar ik haal het zelf nooit. Plus het wel. Dus abrikozen. En dan hebben we nog twee komkommers. Hier heb ik ook één, maar dan kun je inderdaad zien dat die een plekje op die niet zo heel mooi is. Maar goed, de rest is nog wel op zich oké, dus kan dat prima nog. En we hebben nog bramen. Vind ik ook wel lekker. Ziet er ook volgens mij nog wel helemaal goed uit, dus dat is top. Ja, dan nog een doosje bramen. Dus dit is wat mijn pakket zit. En dat was €2,99. Dan, even zien, ik heb nog een pakketje opgehaald. Die ga ik openmaken tijdens een, ik heb dus meer pakketjes, vind de bestellingen. Dus die ga ik deze er ook bij openmaken. Dat doe ik vandaag niet. Dan kijk ik bij de andere dingen neer. En dan ben ik ook nog, even gewoon een doekje. Ben ik ook nog bij die grenzen geweest. Ik heb voor nu alleen dit nog meegenomen. Maar ik ga binnenkort terug, want dan ga ik even wat meer halen. Dat is namelijk, wat ik nu heb gehad, is dus KitKat popcorn. Die heb ik nog nooit eerder gehad. En dat leek me wel lekker om te proberen. Oh, zelfs het karamel ook nog. Oh, helemaal fantastisch. Nou, ik ga er gewoon gelijk even in proberen. Het was 3 voor een euro. Ik denk dat is een keer leuk. Het ziet volgens mij gewoon wel uit als een andere KitKat, zeg maar. Heel, heel lekker. Het is inderdaad een crunchy. Dat is van de popcorn, denk ik. En hetzelfde karamel smaak proef je ook wel. Heel lekker. Hier hou ik van. Perfecto. Ik zei al zo in de boodschapssoep nog dat ik even geen chocola zou halen. Nou, niet gelukt dus. Ik denk wel dat het een van de lekkerste soorten KitKat tot nu toe gehad heb. Hij is echt lekker. Het is 4:30 geweest. Ik ga zo de video afsluiten, want ik was al bezig met het werken van de video dat hij al best wel lang is. Maar Johan en ik gaan vanavond, is de bedoeling, samen zwemmen. Wij gaan namelijk een sportpas aanvragen, waarbij dus ook kan zwemmen. En het fitness zit er volgens mij weer in. Je kunt gebruik maken van het zwembad en baantjes trekken. En volgens mij ook een les in het zwembad. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ik ben wel heel benieuwd hoe het zou gaan. Want ik ben zelf voor mezelf niet echt een sporter. Ik heb wel een hardlopen gedaan. Alleen het jammere is dat ik toen ik de 5 kilometer had gehaald. Want ik deed het in stappen. Toen ben ik ermee gestopt. Zo zonde. En ik merk nu dus ook dat mijn conditie achteruit is gegaan. En ik merk daardoor ook
Of ja, ik weet gewoon dat ik lekker in mijn vel zit als mijn conditie ook wat beter is, zeg maar. Ik weet niet. Ja, dat het voelt gewoon... Ja, ja ik merk gewoon dat ik dan wat beter in mijn vel zit. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zou gaan. Als het goed is, kunnen we straks onbeperkt er gebruik van maken. Nou heb ik ook de doel voor mezelf gesteld dat ik minimaal 2 keer in de week een sport ga doen. Wat het dan ook mag zijn. Of zwemmen, baantjes trekken. Of nou ja, of een les in het water. Of fitness. Ik denk dat het wel, dus wel iets minder snel zou doen. Maar goed, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er echt ook wel heel veel zin in. Want ik vind het ook wel leuk om dat met de jongens samen te doen. Dan kunnen we samen gaan sporten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dat gaan we dus vanavond doen. Zwemmen vinden we allebei heel erg leuk. Dus dat vanavond wordt sowieso, ja, ik wel zin in. Ik ga hierbij dus de video afsluiten. Laat vooral even weten wat je van de lengte van de video vindt. Omdat die best wel lang is geworden. En ja, wat jullie een fijne lengte vinden. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik hoop je weer te zien bij een volgende video. Ik weet niet wat het was. Duimpje omhoog. Dat was het denk ik. Zou je nog een duimpje omhoog willen doen als je het leuk vond? Doei doei!